En hij heeft een hele bijzondere kok. Hij is pas 19 jaar en hij is het beste aanstormende Limburgse koktalent van Limburg. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Robin Houzen, 19 jaar, uit Eggelshoven. Ja. Gefeliciteerd. 2 maanden geleden ongeveer heb je die wedstrijd gewonnen. Ja, dat klopt. En wat, kan je een beetje vertellen? Ja, wat was dat? Wat hield die wedstrijd precies in? Nou, dat was een wedstrijd voor jongere leerlingkoks, zeg maar. Ja. Vanuit de omgeving, maar er zijn ook heel veel mensen van uit... heel Nederland en zelfs België hebben daaraan mee deelgenomen. Ja. Uiteindelijk hadden we eerst een halve finale en daarna een finale waar ook nog 3 hele goede koks aan overbleven. En wat moest je doen? Wat moest je maken? Nou, de finale dat was een black box opdracht. Dat was dus, je kreeg een doos op je werkbank te staan. Daar moest je in, dan mocht je in kijken. Had je 10 minuten de tijd om iets te verzinnen. En, dan mocht je gaan beginnen. Dus je wist niet wat voor ingrediënten je kreeg? Nee, daar kwam ik dus... En wat had jij gekregen voor ingrediënten? Ik had er zeeduivel in zitten. Een stukje lieverlende. Ja. Het is chocolade, ananas, van die dingen. Ook allemaal hele rare combinatie, klinkt het mij in de oren. Ja, je had dan de black box en dan had je dan ook nog een grote tafel met allemaal groenten die je mocht gebruiken. Maar dat waren je verplichte items. Oké. Okay. Dus ja, zodoende ga je denken wat je gaat doen. En dat heeft goed uitgepakt, blijkbaar. Ja, goed en uitgepakt. Ja, wat ga je vandaag voor ons maken? Ik ga vandaag een broodrollo maken van asperge. Ja. Met daarbij ricotta kraam. Wat structuren van de asperge. Even, zo. Dankjewel. Ja. Daarbij nog wat zoete zierigroentjes. Ja. Want er liggen hier allemaal hele bijzondere dingen. Bloemen. Ja, ik heb wat oranje bloemen meegenomen. Ja, voor het EK, dacht je? Oh, heel goed. Dus dat is wel leuk voor erbij te doen. En hier, wat ligt hier op dit schaal? Dit is, noem ik, pareltjes van asperge. Dat is een soort gelei. Die heb ik, pareltjes van asperge? Ja, die heb ik klein uitgestoken. En straks op bord ziet dat... Waar is het van gemaakt dan? Op gewoon aspergevocht, wat je overhoudt van het blancheren. Ja. Daarop doe je dan agar-agar. Dat is een geleisoort. Agar-agar? Ja, dat is een soort gelei van rode zeewierplant. Ja. En door dat te verwarmen met het vocht op een bepaalde hoeveelheid, krijg je dan een geleistructuur wat niet smelt. Het kan het smelt uiteindelijk wel weer, maar het kan wel een hoge temperatuur aan. Oké, dit zijn volgens mij bosuitjes. Nou, dit zijn mini-venkels. Kijk, weer dus mis. Mijn culinaire kennis laten mensen over. Die ze klein hebben gehouden. Ja, en dit? Ik ga nog niet meer raden dit zijn gewoon de asperges. Die heb ik geblancheerd en fijn dun gesneden, dat ik ze even mooi heb opgerold. Oké, nou, hoe ga je beginnen? Ik ga dadelijk beginnen met de opmaak van de borden als ik klaar ben met mijn broodrollo aanbakken. Wat is broodrollo precies? Nou, ik heb hier een pakketje gemaakt. Ja, een pakketje van brood. Ja, met daarin de asperge. Dat is zeg maar tramezzini. Wat een moeilijke woorden gebruik je allemaal. Sorry. Ja, dat mag jij uitleggen? Dun uitgerold, een beetje peper en zout erin gedaan. En dan heb ik een massa gemaakt van asperge. Mm-hmm. Nou, dat doe je hierin. De zijkanten doe je met eiwit dichtplakken. Mm-hmm. Laat je even opstijven. Ja. En daarna ga ik hem mooi bruin bakken in de pan. Ja. Tot hij zich niet vol gaat zuigen met het vet of boter. Ja. Maar dat hij gewoon een beetje knapperig blijft. En is het voor de huistuin- en keukenkok ook nog een beetje makkelijker te maken? Ja, dit is best wel leuk. Mijn gerecht wat ik vandaag ga maken is geheel vegetarisch ook. Ja. Dat kan ook veganistisch zelfs. Zo. Dit is ook het gerecht wat ik in de halve finale van de kookwedstrijd ook heb gekookt. Alleen aangepast op het seizoen van deze maand. Ja. Het zou op zich, dat zijn eigenlijk makkelijke dingen wat thuis ook kan worden gemaakt. De producten zijn ook namelijk in de winkel, alleen bloemetjes en zo. Die bloemetjes, naar een groothandel zoals een Sligro of een Hanos. Ja. Dat is quinoa, dat is een taurensoort. Ja. Dat heb ik gegaard, een beetje hetzelfde alsof je risotto gaart. Mm-hmm. Dat ga ik dadelijk ook een zoet zuurtje aan geven, dat komt ook bij het gerecht erbij. Maar kan er al iets in de pan of in het water? Het vet moet nog wat warmer worden. Ja, want je hebt een mooie prijs gewonnen, toch? Ja, ik de hoofdprijs dat was
voor twee personen naar Italië. Daar kreeg ik een cursus bij Electrolux sous vide koken. Wat is dat? Sous vide koken, dat is het vacuüm bereiden van producten. Dat is bijvoorbeeld de asperge, de klassieke manier opzetten in water met zout aan de kook brengen. Maar je kan ze bijvoorbeeld vacuümeren. Ja. Met water, smaak, zout. Dan heb je geen verlies van de smaken zoals de traditionele manier. Oké. Dat is echt een hele nieuwe manier van koken. Ja, dat is eigenlijk de nieuwste manier die er zijn van het koken. Oké, nou volgens mij is het vet. Ja, je moet nog. Ja, je moet goed warm worden. Oké. Ja, en je hebt dus binnenkort een nieuwe baan, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Waar ga je koken? Per september ga ik bij Château Nerkant Maastricht mogen beginnen. Dat is niet mis. Dus dat is een heel leuk ding om te doen. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. En nu, maar nu waar je nu werkt is ook al een goede plek, hè? Ja, restaurant Pirandello. Ook een heel leuk bedrijf. Is ook van Camille Oostwegel. Mm-hmm. Het valt dus onder dezelfde baas. Mm-hmm. Kijk, verlies het vet niet uit het oog. Ja, je hebt volgens mij vanmorgen je laatste examen gehad. Ja, mijn laatste examen afgerond. En hoe is het gegaan? Ja, ik kreeg te horen dat het supergoed was. Ja? Dus je bent geslaagd? Naar mijn mening ben ik geslaagd. Oh, maar dan krijg je het echt definitief te horen? Binnen 4 weken krijg ik alles te horen. Maar je maakt je geen zorgen? Ja. Maar goed, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel mooie prijs. Ja. Ja, hoe lang moet dit in die pan blijven liggen? Eventjes totdat hij mooi goudbruin gaat kleuren. Mm-hmm. Ja, jij gaat het gerecht verder afmaken. Ja, wij gaan, gaan het zo meteen lekker opeten. Dankjewel dat je hier was. Succes verder met je carrière en met koken.